allemaal bij vlog 47. Ja, dan zou je wel misschien denken van, hé, dit is een hele andere omgeving. Ja, dat klopt. Ik ben nu bij mijn mannetje in huis. En hij gaat het nu even laten zien, want ik heb nou geen statiefje of wat dan ook bij me. Hoe ik dus een sladressing ga maken. Dus ik even over naar jou. Zo. Moet ik weer even een vlokje pakken. Ik ben eventjes kijken hoe het allemaal hier al in deze la zit. Oh, kijk. Nee, een kleintje. Heb je een kleintje voor? Ja, dat is beter. Ik heb net 3 lepels. Lepels. Mayonaise gepakt. Dat heb ik even in een pannetje gedaan. Doe ik nou een beetje water erbij. En dan ga ik even husselen. Ja. Dat het een beetje lekker bindt. En dan doe ik daar kruiden bij in. Peper, paprika poeder, currypoeder. Een beetje tijm is ook lekker. Want hij had mijn mannetje ook, hoorde ik al. En door de telefoon vandaag. Ja. Moet er al een beetje smaak aan zitten, toch? Ik denk het wel. Kijk, en dan krijg je dit voor soort substantie. Lekker een beetje dikker. Mm-hmm. Nou, dan pakken we eerst paprika poeder. Wat er maar is paprika? Ja, paprika. Controleer altijd eerst even. Zo, mag wel een beetje smaak aan zitten. Currypoeder. Zo, dat gaan we weer even husselen. En nog een beetje tijm. Een beetje smaakversterkers erdoorheen. En een zwarte peper. Ik heb een molen en mijn ventje niet. Maakt helemaal niet uit. Of heb je die wel? Oh, kijk, heb je wel zwarte peper. Kijk. Zo maak ik dus mijn sladressing. En daar hebben we bezoek. Ja. Bezoek, bezoek, bezoek. Wat wil u? Ja, lange verwachting. De beesten bij me staan te wachten op iemand die gaat komen. Kom maar, eens kijken. Hier is je. Ga maar eens kijken. Wie komt er? Wie komt er? Wie komt er dan? Hé. Hey. Eens, ga eens kijken. Wie komt er? Ja, wie komt er dan? Wie komt er dan? Hé? Wie komt er? Eens kijken. Wie komt er? Oh, wie komt er dan? Ja, wie komt er? Wie komt er? Hallo, Lucky Ducky. Oh ja? Eventjes, zo is het. Hallo, Lucky Ducky. Naar haar toe. Kijken. Ja, en laat hem lekker bezig. Ik vind het helemaal niet erg. Ik heb dit juist liever dan Lucie of Barry ook. Ja hoor. Ja, dat is ook wel zo mooi. Ja, oh, die is ook wel leuk. Ja. Maar ze heeft ook namelijk foto's van de dekking of zo. Oral popcorn, maar de papa en mama was het 8 pups. Papa en papa die heet Oreo en mama die heet popcorn. Oh my goodness. Ja. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. En wat voor naam ga je haar geven? Die ga ik zo niet nu op dit moment zo noemen. No, nee, natuurlijk maar niet. Ik doe nee, het nee, nu nee, wel okay. Eventjes zo op deze manier. Ja. Dan zal ik het ook niet. Oh ja, dat is waar. Dat
Klaas. Ja. Heerlijk, toch? Ja, leuk. Lekker, toch? Ja, leuk. Ja, dat is een leuke naam. Ja, ja. Dat is een leuke naam. Daarom. Zeker. Zeker. Oh, dat is gewoon zo leuk. Ja, rode voetjes is leuk. Kun je even naar mijn telefoon kijken, hoor? Ja. Voordat ik dit vergeet. Ik wil graag. Zo. Karin, wil jij nog kaas erin? Nee. Komt goed uit. Want? Je hoeft het niet te maken. Interessant. En wat heb jij gemaakt en voor soep? Stracciatella. Deze keer zonder kaas. Want oh. Mijn geliefde zuster geen kaas lust. Dus dat gaat er niet in. Mooi. Maar wat heb je er doorheen gedaan? Water, kip, ei. Tomaten. Ketchup. Even denken. Dit is wel groente. Een geheim ingrediënt. Aha. Oké, goed zo. En wat gaan we allemaal eten? Ik zie hier dat allemaal... Dat is verrassing, dat komt zo meteen. Oh, oké. Eerst even de soep nuttigen. Okay. Ja, is lekker hoor. Cheers. Dit is lekker. Vlog maar. Dan zal ik dit even weg. En dus je kan dan ons vinden, hè? Op YouTube. Ja. En dan wel even abonneren, hè? Oké. Hoe vind je de soep? Oh, verschrikkelijk. Lekker. Heerlijk. Wil je nog een beetje? Nee, het is echt heerlijk. Het is echt heerlijk. Speciaal met ei erbij. En geen kaas. Geen kaas. Helemaal super. Dat is het geheime ingrediënt. Mm-hmm. Omdat het geen ingrediënt, dat is weggelaten. Precies, dat is het geheim. Mm. En Karin, wat vind jij ervan? Lekker. Ja, dat is heel lekker. Toch wel? Mm-hmm. Oké. Okay. Heel erg vies. Nee hoor. Nou, zelf vind ik wel ook te doen, maar alleen die tomaten zou ik er voor mezelf eigenlijk nooit ingedaan hebben. Maar hij smaakt, maar hij smaakt prima overigens. Ja, anders dan komt het weer. Dus, dankjewel Bianca. Mm. Wij gaan weer weg. Nou, het is alweer maandag 20 november. Oh, mag ik niet liegen? 6:06. Het is lekker vroeg. Ja, het is heel vroeg. En ik heb mijn mannetjes nu ook lekker aan de telefoon. Ja, die gaan we gaan elkaar tegemoet lopen. Ook dat nog. Ja, toch? Ja, toch? Ja, precies. Waar jij loopt? Hoe ga jij lopen? Ik loop niet. Ik kan niet lopen. Oh, op en op de fiets. Oh, ja, oké, is goed. Ja, precies. Dat gaat inderdaad vele malen sneller, dat klopt, ja. Want daar is Jalle, hoor. Hij komt er al aan. Ja, hij komt er al aan. En wie ga je nu even bellen? Je zus, hè? Ja. Ja. Dat is het antwoord. Ja, en want we hadden eigenlijk afgesproken om eventjes naar de Action te gaan. Dus zodoende gaat hij even zijn zus bellen om te kijken waar ze is, uithangt. En dan gaan we zometeen eventjes lekker op tijd naar de Action, want ze gaat vandaag weer terug naar Schotland. Ja. Nou, even terug te komen op ons gesprek naar jullie toe. Hij heeft zijn zus gebeld, ja. We hebben afgesproken en bij het winkelcentrum. Daar komt ze naartoe. En dan gaan we nog eventjes een gezellig ochtendje ervan maken. Heel gezellig. Waar ben je allemaal mee bezig? Met alles, ja. Hij is met alles bezig. Waarom ben je toch altijd weer met van alles bezig dan? Nee, moeder. Lekker druk. Kijk, lekker druk. Goed zo. Daar heb ik van. Zo, wij zijn weer terug van weg geweest. Ja. Ja, het was erg gezellig in de Action. Ja, met mijn zus. Dus ja. Dus, en dan gaan we even de stad in. Ja. Ik ga eventjes en bij de Big Bazaar een hoodie halen. Ja, een hoodie. En ik ga, en we gaan naar de Big Bazaar, in plaats ik, we. Paal. Witteman zeker. Huh? Paal en Witteman. Ja. En daarna, of eerst en naar de Decathlon en dan de Big Bazaar, of eerst de Big Bazaar of Decathlon, maar oké, maakt niet uit. Maar daar bij de Decathlon moet ik even sportschoenen halen voor het canicrossen. Canicrossen? Ja, canicrossen. Ja. Vandaar ook je hoodie. Toch? Ook, inderdaad. Ja. Maar daar weer later meer over. Ja, iedere keer dat later meer over. Ja. Ik ken nog niks te kloppen. Pas in het nieuwe jaar. Ja, volgend jaar. Volgend jaar, ja. 2018 is dat dan inmiddels. Ja, dan kan ik het pas verklappen. Nou, nog niet. Na de kerst. Van 25 en 26 december, de tweede keer. Nee, ik denk pas in januari, denk ik. Dat is ook na de kerst. Ja, precies. Dus. Dus nee, maar blijf ons volgen sowieso. Altijd leuk. En ik zou zeggen, tot straks!
Zo, wij zijn nu eventjes in de Big Bazaar. Ik heb nou een hoodie. Ja. Hij is al maatje L, maar hij is zo lekker warm. Ik heb hem net al aangehad, om te passen. Een roze. Een roze, wou ik net al zeggen, een roze. Ja. Nee, en niet deze, maar een soort gelijke. Maar hij is al lekker warm. En hoe stond die roze mij? Die stond je erg leuk. Heel maar leuk. Ik ga niet een roze nemen. Nee. Nee, nee, ga ik niet doen, niet. Maar als we thuis zijn, dan ga ik hem eventjes passen. En dan laat ik jullie die even zien vanzelf. Inclusief kat. Precies. Inderdaad. Dus blijf ons lekker kijken. Tot straks. Nou, Karin is met soep bezig nu. Zit er aardappelen, broccoli. Uien, olijfolie. Het is dus een broccoli soep. Ik ben dus eerst begonnen met olijfolie erin te doen om je pan te verhitten. Toen heb ik daarbij de uien en de broccoli in gedaan en nou de aardappelen. En dat moet ik even laten verhitten. En dan water erbij doen en dan bouillonblokje en dan afwachten. Maar ben benieuwd. Ja, anders ik wel. Aha. Alles ingekomen van boven. Alle regen ook. Nee. We gaan eens even kijken hoe het eruit ziet. Het ziet er spannend uit. Even kijken, had ik dat nog? Ik hoop het wel. Ja, kijk. Even kijken. Ja, ik heb nog een kipbouillonblokje. Dat is mooi. Ik heb nog een kipbouillonblokje. Kijk. Want dat moet er nog doorheen. En ik heb op het internet, heb ik dus mijn recept staan van de Albert Heijn. En nee, we worden er niet voor gesponsord. Maar er komt wel reclame in het videootje te staan. Eigen gemaakte broccoli soep. Wat zit erin? We begonnen met olijfolie. Nee. Ik ben begonnen met een uitje te snijden, met broccoli in roosjes te maken. Toen heb ik een olijfolie in de soep al gedaan. Dat eventjes laten verhitten. Toen heb ik de ui en de broccoli in de soep al gedaan. Eventjes aangevroten. Aangevroten, dat klopt niet, maar oké, maakt niet uit. Daarna heb ik de water bij gedaan en twee kippenbouillonblokjes. En toen en nog twee aardappelen, want ik had twee kleintjes, dus het moet wel een beetje binden. En toen wou ik het met de staafmixer, alleen die ging overlijden. Bezielig. Dus toen heb ik het in de blender gedaan. En daarna heb ik ook nog crème fraîche met peper en zout er doorheen gedaan. Dus we gaan het meemaken, proeven. Want dit heb ik dus ook nog nooit gehad. Dus mijn mannetje die gaat mij dus nu eerst laten zien en daarna andersom. Ja. En ik zeg dus niet of het lekker is. Jawel. Het smaakt wel lekker. Die is echt lekker. Oké, mooi. Die is echt lekker. Mooi. Dankjewel, Bianca. Die is echt verrassend lekker. Oké. Okay. Ben benieuwd. Ja, jij. Ik bent aan de beurt. Ben ik aan de beurt. Oh, spannend. Ziet er een beetje... Mag ik heel even wat meer licht creëren voor jou? Jij mag wat meer licht creëren. Dat is mooi. Textuur. Het is een groenige soep. Niet al te dik, niet zo dik als ertessoep, en niet zo dun als bouillon. Dus misschien is het wel lekker. Ik zou het zeggen. Het is verrassend anders. Ik hou helemaal niet van broccoli, maar dit is... Het is iets van zout dit volgens mij. Sowieso. Er zit er zout in. En crème fraîche. Een uitje. Een aardappel. Ja, dat haal ik er wel uit. Ja. Maar broccoli haal ik er niet uit. Dus, dankjewel. Bianca. En hoe krijg je groentes naar binnen?
hele bijzondere wordt. Groentesoep die lekker is. Okay. Dus jij gaat dit ook vaker maken dus? Nou, niet op deze manier, nee. Maar wel op een andere manier? Een andere manier. Een eigen manier. Hij is verrassend lekker, hè, schat? Heel raar. Heel raar. Heel raar. Ik zie je gelachen. Er ontbreekt iets aan. Wat dan? Bolletjes. Ja, maar dat maakt niet heel veel uit, maar... Nee. Je mag nog iets van magie in of zo. Ja, nou dat mag, als jij dat wil. Dat maakt niet uit, maar... Het gaat erom en dat je het lekker vindt. Heel verrassend. Dit is bizar. Ik vervent groentehater. Ik vind dit lekker. Dit gaan we vaker doen met meerdere groentes. Een soep van maken. Nou, één groente tegelijk. Ja, maar misschien per maand maar één groente of zo, of twee. Dat is goed. Want ik ga van de week dus via de normale stracciatella soep maken. De normale? Ja. Hoe bedoel je normaal? Ja. Niet op mijn manier? Nee. Oké. Okay. Nee, en die dus op en op het internet staat. Oké, okay, die. Ja. Maar er zijn er meerdere varianten van. Dat maakt niet uit, maar ik ga die maken. Oké, okay, ben benieuwd. Ja. Dat is een beetje, ja, niet echt zout voor mij. Nee, maar dat maakt niet uit, maar... Het is ook even wennen voor mij, omdat ik hem ook nog nooit heb gehad, deze soep. Ja, het smaakt niet naar broccoli. Dat is nog niet naar uien. Ik probeer de textuur te beschrijven. Maar... En met wie en wil jij deze challenge aangaan? Met wie zou ik dat moeten aangaan? Ja. Even denken. Ik denk je moeder. Corina Luisterburg de Jong. Ja. En even denken. Onze grote vriendin Ellen. Alweer Ellen, oké. Okay. Ja, dat is leuk. Leuk. Dat is leuk. En, ja, en dan nu even een nieuwe YouTuber. En die... Jan Willem, de politieman. Dat zat ik ook al aan te denken. Maar... dat je gearresteerd wordt omdat het te lekker is. En dan misschien dat we eens een keertje een dagje mee kunnen lopen of zo. Dat zou leuk zijn. Of dat hij hier al eens een keertje komt een dienst mee draaien. Dat zou kunnen, maar goed, het kan ook zijn dat je zegt, nou, ik heb een arrestant, die zit nu in de cel en die moet eten hebben. Ja. Willen jullie even wat te eten maken? Zou zo maar kunnen. Ja, dus, wie hebben we genomineerd voor de broccoli soep? Je moeder, Corina Luisterberg de Jong. Ja, onze vloggen met Ellen. Vloggen met Ellen. En? En Jan Willem, de politievlogger. Ja. Dus spannend. Wie gaat de challenge aan? Ja, wie? Denk je moeder dat hij ze hem zeker gaat accepteren? Ik denk het niet, maar ik hoop het wel. Voor de... Nou kijk, groentes voor mij? Maar dit? Yummy. En dat zegt een groentehater hier in huis. Zit er zelf aan te kijken. Van, okay. Ja. Nou, eigenlijk spinazie uit de diepvries, boerenkool uit de diepvries, toppert uit het potje, blikje. En met worteltjes. Persiebonen, potje of blikje, niet uit de diepvries, dat vind ik net. En ja, dan houdt het eigenlijk al op. En nu de broccoli soep. En nu de broccoli soep. Nee, oké, broccoli was op het lijstje van no go. Nu dus wel. Ja, dit ineens. En want je wou het eigenlijk niet maken, en wie maakt het nu wel? Ik. Jij maakt het, ja. Nee. Jij maakt die soep. Lekker. Mooi. Dat jij het gemaakt hebt. Top. Ik zou er geen broccoli in gedaan hebben. Maar... Mooi zo. Nou mensen, dank jullie wel voor het kijken. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Doe vooral juist een blauw duimpje omhoog. Hij is erg lekker. Hij is heel lekker. Verrassend lekker. Nee, maar doe vooral juist een blauw duimpje omhoog. Dat vinden we erg leuk. Deel deze video maar zo. Zodat hij dus ook en bij onze vlogger Jan Willem komt. En dan blijf ons volgen. En daar gaat het om. Dikke, vette peace.